Dag mannen. Hoe bevalt het trainingskamp? Heel goed. Ik vind het altijd wel eens leuk om zo'n week weg te zijn. Veel trainen. Heel veel met de jongens samen zijn. Toch ook een paar nieuwe jongens die dan makkelijk kunnen geïntegreerd worden. Dus ik vind het altijd wel heel leuk. Jij, Glenn? Voor mij hetzelfde. Je leeft toch wel veel samen, ook al op de club met elkaar. Je zit veel uren samen, maar hier zit je toch dag en nacht samen. Oh ja, nacht niet altijd, maar je zit veel samen. En ja, het is gewoon een prachtige omgeving hier ook. We zitten tussen de bergen. Zoveel schoonheid en dat nodigt gewoon uit om elke dag hard te werken. Glenn, gisteren oefenwedstrijd gehad tegen Borussia Dortmund 2. Hoe is die wedstrijd verlopen? Ik denk vrij goed. Ik denk dat we bepaalde zaken getraind hebben en die wouden we in die wedstrijd terugzien. En dat is er zeker gebeurd. En een wedstrijd met veel kansen voor ons ook. En ja, we hebben de nul gehouden. Jammer dat we niet kunnen scoren. Maar ik denk in een voorbereiding waar je dingen wil terugzien, dat hebben we absoluut kunnen doen. Gisteren Robin dan een teambuilding gehad. Vertel daar eens iets over. Ja, we zijn gaan raften. Was heel leuk. Hè. Voor heel veel jongens was dat een beetje een sprong in het diepe. Maar dat was tof om ook op een andere manier eens met iedereen om te gaan en zo'n andere kant van veel mensen te leren kennen. Ik denk dat iedereen ook wel een kopje onder is geweest. Dus dat was leuk. Ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan een goede sfeer en dat we dat dit jaar ook wel gaan kunnen brengen. Je haalt het al aan, vele jonge jongens. Is dat ook aan jullie dan om hen te begeleiden komend seizoen? Is dat een van de ambities en de doelstellingen die jullie hebben? Ja, ik denk dat dat al jaren wel een beetje van ons verwacht wordt. Alleen is dat dit jaar, ja, vorig jaar was het echt de focus op het ontwikkelen van jonge jongens. Terwijl het dit jaar toch meer echt op het presteren en het winnen gaat gaan. Dus gaat daar misschien ook wel af en toe eens iets directer over gegaan worden. Maar wel altijd met de intentie om de jongens beter te maken. Als jullie binnen dit en 10 jaar stoppen met de professionele voetbalcarrière, gaan jullie dan voor een professionele kaartcarrière of zijn er al andere plannen? We zoeken nog twee andere medematen, maar normaal gezien gaan we toch in het curling stappen. Toch al jaren over bezig zijn. Robin heeft die beweging wel in zich. Ja. En jij? Ja, en wat roepen misschien op hem als hij moet vegen of niet. Dus ik denk dat daar onze toekomst wel is. Oké, curling, dat gaan we onthouden.